Deze video is mede mogelijk gemaakt door NVIDIA. Hey guys, Marco hier. Hij is nu eindelijk uit in Nederland, de NVIDIA Shield Android TV. Dit is een compacte mediaspeler die toch ontzettend snel is. Smash alvast even op de like knop en zorg ervoor dat je geabonneerd bent en dan gaan we aan de slag. Steeds meer mensen kijken on-demand video's. Dit doen ze met Netflix, YouTube, Plex en ga zo maar door. NVIDIA heeft hier een heel slim apparaat voor uitgebracht, namelijk de NVIDIA Shield Android TV. En met deze entertainment box kun je ontzettend veel doen. De Shield wordt verpakt in een heel stevige verpakking die er ook nog eens ontzettend goed uitziet. In de verpakking vinden we de Shield samen met de stroomadapter, aansluitingen voor verschillende types stopcontacten, een HDMI-kabel, USB-oplaadkabel, de Shield Wireless Controller en een aantal handleidingen. Maar eerst even de technische kant van het verhaal. In de Shield zit een NVIDIA Tegra X1 en deze is gebaseerd op de Maxwell GPU-architectuur die ook te vinden is in de GeForce GTX 950 en hoger. Op dit moment is het ook een van de snelste mobile processors op de markt. Daarnaast is er 3 GB geheugen en 16 GB opslag te vinden en heeft hij ondersteuning voor 802.11 AC wifi. Ook heeft hij ondersteuning voor Bluetooth 4.1. Aan de achterzijde is het volgende te vinden. Een micro SD slot waar je micro SD kaart kunt plaatsen met een maximum capaciteit van 2 terabyte. Een micro USB 2.0 poort, 2 keer USB 3.0 poorten, een gigabit Ethernet poort en een HDMI 2.0 aansluiting met daaronder de stroomaansluiting. Ja, je hoort het goed. 2.0. Deze HDMI-poort kan 4K video's op 60p afspelen en door HDCP 2.2 kan hij ook de nieuwste DRM-beschermde content gaan afspelen. Netflix kijken in 4K is dus mogelijk. Zoals de naam al doet vermoeden is Android aanwezig op dit apparaat. En om specifiek te zijn is dat Android TV 6. Dit vind ik geen verkeerde keuze. Android TV is een zeer goed besturingssysteem om geïnstalleerd te hebben. Het bladeren door menu's gaat ontzettend soepel en door de grote iconen en heldere tekst ziet het er ook nog ontzettend goed en gebruiksvriendelijk uit. Zoals ik al aangaf is er een controle meegeleverd en deze werkt heel erg goed. Hij voelt wel groter aan dan bijvoorbeeld een Xbox One controller, maar je bent er wel heel snel aan. De knoppen voelen heel erg fijn en in tegenstelling tot andere controllers maakt deze controle verbinding met wifi direct. Hierdoor heb je een nog lagere latency dan wanneer je Bluetooth gebruikt. Aan de achterkant is ook nog een 3,5 mm audio jack aanwezig. Je kunt je headset hierop dus gaan aansluiten. En wat het nut hiervan is? Nou, jouw omgeving die hoort dan het geluid niet meer. Alleen jij hoort het geluid via je koptelefoon. Daarnaast is ook een micro USB poort aanwezig, waarmee je de controller kunt gaan opladen. Eenmaal volledig opgeladen heb je een accuduur van maar liefst 40 uur. Uiteraard is het ook mogelijk om een extra Shield controller aan te sluiten, alleen deze kost wel 60 euro. NVIDIA heeft ook de Shield Remote opgestuurd. En mocht je met een aantal vrienden Netflix, YouTube, Twitch of iets anders willen kijken, dan is dat met deze afstandsbediening veel makkelijker. Deze is ontzettend licht en alleen de knoppen die je ook echt nodig zult hebben, zijn hierop te vinden. In tegenstelling tot de controller maakt deze remote gebruik van Bluetooth. En hier kan ik best mee leven. Met deze afstandsbediening zul je namelijk niet gaan gamen. Dus een lage latency is dan ook niet echt een vereiste. Natuurlijk is hier ook een micro USB connector te vinden en een 3,5 mm audio connector voor jouw headset. Ook is er aan de voorkant een grote microfoonknop te vinden om Google Search te gaan gebruiken. Deze Shield Remote kost wel op dit moment 60 euro. Beide accessoires hebben een microfoon. En zoals ik al aangaf, hierdoor kun je met Google Search je zoektermen zelf gaan inspreken. En het werkt heel erg goed. Het is snel en in de meeste gevallen registreert hij ook echt wat ik zeg. Terug naar het kastje waar alles om draait. Zijn vormgeving ziet er heel modern uit. En naar mijn mening past deze vormgeving in vrijwel elk interieur. Zodra je hem aanzet, brandt er aan de zijkant een groene LED. En to be honest, I love it. Het ziet er ontzettend fantastisch en gaaf uit. Start je het apparaat voor het eerst op, dan zul je een eenmalige configuratie door moeten lopen. En dit lijkt enorm op het instellen van je Android telefoon. In minder dan 5 minuten ben je hiermee klaar en kun je aan de slag met de voorgeïnstalleerde apps. Of je downloadt de apps via de Play Store. Blootware is eigenlijk niet te vinden. Van tevoren zijn er 4 extra apps geïnstalleerd, waarvan 3 van NVIDIA zelf zijn. NVIDIA heeft deze 4 apps gecategoriseerd onder de term Shield Hub. Hieronder zijn GeForce Now, Shield Games, GameStream en Netflix te vinden.
In de app Shield Games vind je een collectie van games die gemaakt zijn voor de Shield. Sommige games moet je voor betalen, maar andere games zijn wel gratis. Met GameStream kun je je game streamen vanaf je PC naar je Shield. En hiervoor heb je een account nodig die je heel eenvoudig kunt aanmaken. Ook zul je een PC nodig hebben met een GTX videokaart en een goede netwerksnelheid. Dit werkt verbazingwekkend goed. Ik heb zonder problemen games kunnen streamen van mijn PC naar de Shield. Latency viel enorm mee en het zag gewoon ontzettend goed uit. De controller werd ook gelijk helemaal ondersteund. Een super handige functie die ik ook zeker vaak zal gaan gebruiken. Met GeForce Now is het mogelijk om AAA titels te kunnen spelen. En dat hoor je inderdaad goed. Met GeForce Now kun je games als Mad Max, Grid Autosport, Shadow of Murder, Witcher 3, Tomb Raider en nog veel meer games gaan spelen op 1080p resolutie. En dat niet alleen, ook met 60 frames per seconde. Hoe heeft Nvidia dit gedaan? Nou, de games draaien zelf niet op de Shield, maar draaien op een server buiten de deur. Deze server rendert de beelden en stuurt de frames door naar je Shield. En dit werkt verbazingwekkend goed. Deze dienst kost wel $8 per maand, maar de eerste 3 maanden zijn wel gratis. Het nadeel is wel dat je een creditcard nodig moet hebben om deze dienst te gebruiken. Ik had liever gezien dat je ook met PayPal kan betalen. Je kunt hem gebruiken als gameconsole, maar naast gameconsole kun je hem ook gebruiken als mediaspeler. En zoals ik al aangaf is het mogelijk om DRM-beschermde 4K content af te kunnen spelen op 60 frames per seconde. En op dit moment is deze Nvidia Shield Android TV de eerste die dit kan. Hiermee laat hij onder andere de Apple TV, de PlayStation 4 en de Xbox One achter zich. Ook is het mogelijk om zelfs H265 video's af te spelen. Ook leuk in Android TV, apps hebben ondersteuning voor achtergrondgeluid. Een heel leuke extra feature. Maar genoeg over de gebruikservaring, tijd om de Shield te laten zweten. En zoals gebruiker heb ik een aantal benchmarks uitgevoerd. En wat de resultaten hiervan zijn, nou, dat zul je nu zien. Console, is de medespeler? Nou, het is het eigenlijk alle twee. Het is een entertainment box. De Nvidia Shield Android TV kan dit zonder al te veel moeite realiseren. Het design ziet er goed uit en de performance is dik in orde. De extra's die mogelijk zijn, zijn fantastisch en de accessoires werken heel erg prettig. Wel jammer dat je voor sommige functies een creditcard nodig hebt. Mocht je deze Shield aan willen schaffen, dan raad ik je met klem aan om de Shield Remote ook aan te schaffen. Je betaalt wel wat, maar je krijgt ook heel erg veel voor terug. Dus ben je op zoek naar een console of naar een medespeler? Kijk dan ook even naar de Nvidia Shield Android TV. Want ik raad hem zonder enige twijfel aan.